jaar komt rond 25 november het woord onafhankelijkheid naar boven drijven. Dan herinnert elke Surinamer zich dat op 25 november 1975 Suriname onafhankelijk werd van Nederland. En dan rijst automatisch de vraag bij velen hoe het Suriname na de onafhankelijkheid is vergaan. Hoe heeft Suriname als zelfstandig land gefungeerd? Uiterlijke schijn kan bedriegen. Een land dient niet te worden beoordeeld naar de wijze waarop de meest aanzienlijke burgers, dus de rijken, leven. Maar naar het welzijn van het hele volk. Hoe is het Suriname vergaan? Op economisch gebied, maar ook hoe hebben de Surinamers zich als mens ontwikkeld? Zijn onze normen en waarden intact gebleven? Of zijn we hard op weg om fatsoen, waarden en normen kwijt te raken? Dit beeldend verhaal kan u helpen om deze vraag te beantwoorden. Differenti culture, one people, one country. Sranang, na werkelijk wie alla kondre. Hier is fijn wonen, eten zat en lekker warm. Ik heb net weer een bos bakoven van een boom geplukt. En nu zoek ik naar een plekje om het op te eten. Ai, dit is een mooi plekje. Lekker. Migaro, buriki ekong. Laat me mijn bakoven snel verbergen, want ik wil niet delen. Jappie. Je hoeft die bakoven niet te bewaren hoor. Ik heb het reeds lang gezien. Maar zoals altijd, zo gride kirju. Delen ken jij niet. Afen, Fafi. Ach, bravo na soto. Kijk, het is alsof we een bel hebben geluid. Alla de mate koirikon. Bino karto de mato de jompokos donabani. Wat betekent dat? Dat betekent dat je ze niet hebt uitgenodigd en toch komen ze. Rook jij nog steeds? Tapio moffo. En deze lijkt wel getrouwd met de fles. Man, un tapa fetinuno. Ja, laten we liever Tori babbelen. Mee eens. Ja, er is al genoeg geweld in de wereld, Baya. Dus laten wij het niet erger maken dan het is. Ja, Litty. Hé, kijk.
Er gaan steeds mooi geklede mensen in culturele dracht voorbij. Luku fa de das ta papoku. Je bent heel mooi hoor. Zang! Het is goed, wat mooi, Sari. Loko jongen, de Ingi schreef tak, Mija. Skatje, leen me je mooie sieraden. Kijk een mooie poedel daar. Ik ga haar achterna. Misschien heeft ze zin in een vrij partijtje. Boy, ik geef je geen kans. Zo'n schoonheid. Ziet een vuile hasjeroker als jij niet staan. Daar loopt klasse. Kwaliteit, mi pa. Dus forget that, brada. Ach, ik ben toch niet zo dol op poedels. Te veel haar naar mijn smaak. Vandaag kunnen we onze kiek nemen. Dit lijkt wel een modeshow. De een na de ander zweeft voorbij. Waar gaan al deze mensen zo mooi gekleed naartoe? Jongen, weet je dat niet? Schaam je. Boy, verspil geen tijd aan verwijten, hoor. Vertel me gewoon waar deze mensen naartoe gaan. Ze gaan feesten natuurlijk. Suriname viert feest omdat we 45 jaar onafhankelijk zijn. November, Tranankis wa man pitching, vaning, vaning, srevidensino. 25 november, Tranankis wa uma pitching, vaning, vaning, srevidensino. Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk. Onafhankelijk? Wat is dat? Weet je dat ook niet? Waar ben jij naar school gegaan, jongen? 45 jaar. Is een oude mensenleeftijd. Daarom weet ik er niks vanaf. Toen was ik nog niet eens geboren. Maar dit heeft echt niks met leeftijd te maken hoor. Maar met scholing. Want op elke school leer je dit. En het staat in alle geschiedenisboeken, boy. Ach, ik ben een van die vele dropouts. Dus veel scholing heb ik niet gehad. Leg me gewoon uit wat onafhankelijk zijn betekent. Oké, ik zal het je uitleggen. Maar ik raad je aan om je zo snel mogelijk te melden bij Stichting Rumas. Dan is er nog hoop voor jou. Daar verrichten ze wonderen met die hopeloze gevallen als jij. Jongen, doe niet zo weer, Ede.
Ik vroeg je niet om advies. Ik wil alleen weten wat dat woord onafhankelijk betekent. Oké, luister en vergeet het nooit meer. We waren eerst jarenlang een kolonie van Nederland. Een kolonie is... Ja. Ik weet heus wel wat een kolonie is, hoor. Dat hoef je niet uit te leggen. Ik ben niet helemaal een analfabeet. Oké, dat scheelt dan wel weer. Dus we hoorden bij Nederland. En toen kregen we zelfstandigheid in 1975. Dat wil zeggen dat we baas werden in eigen land. Dus we hoefden nooit meer te zingen... Wilhelmus van Nassau. Oh, Wakti, je bedoelt zoals kinderen jarenlang bij hun ouders wonen en dan als ze groot zijn, dat ze niet meer naar hun ouders hoeven te luisteren en dat ze dan hun eigen baas zijn en zelf beslissingen mogen nemen. Ja, zoiets. Alleen wonen ouders en kinderen bij elkaar in één huis. Maar in ons geval waren Nederland en Suriname niet samen op één grondgebied. Nederland ligt namelijk in Europa en Suriname in Zuid-Amerika. Je hebt toch een beetje aardrijkskundige kennis? Ik denk het wel. Ga door. Gelukkig, dat is mooi meegenomen. Man, andisi, na langa beretori boy. Hij draai voordat hij to the point komt. Ah, net als bij die politici in het programma To the Point. Ai, ik weet wat je bedoelt. Ik zie ook vaak dat die politici die daar op visite komen, nooit rechtstreeks een vraag beantwoorden. Dit draai om die presentator af te leiden. Maar dat lukt ze toch nooit, want die man die op dit moment dat programma leidt, is een slimme vogel. Aneet je dan een kans... Hij bleef strak to the point. Hey, jongens, hoe tapoe mofono? Want deze man heeft al aanleg voor langabere. Dus onderbreek hem alsjeblieft niet. Anders dwaalt hij te veel af. Oké, vertel verder, vriend. Je zei dus dat Nederland de baas was over Suriname. Maar dat ze niet op één grondgebied woonden. Kon Nederland dan toch op Suriname passen? En toen er geen oppas meer was, ging het toen goed met Suriname? Weet je, soms als kinderen zelfstandig moeten functioneren, gaat het soms goed. En soms ook weer niet hoor. Net zo gaat het bij landen. Jongen, je lijkt wel een politicus. Die geven ook nooit rechtstreeks antwoord op een vraag. Die blijven maar rondjes draaien. Geef me een simpel ja of nee antwoord op mijn vraag. Is het wel of niet goed met Suriname gegaan toen het zelfstandig werd? Sumanawi,